Op woensdag 26 april begon in het Aldendrielpark in Mil het evenement 24 uur voor KWF. Een initiatief van deelnemers aan Alpe du 6 om te proberen in 24 uur zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek in de strijd tegen kanker. Het evenement werd georganiseerd door Stichting Activiteiten Mil en Ontdek Mil. Het begon allemaal woensdag 26 april om 5 uur met een sportieve activiteit. Diverse teams lieten zich sponsoren en gingen vervolgens 24 uur non-stop in estafettevorm wandelen. Fietsen. 3 minuten en 20 seconden. Hardlopen. En spinnen. Ik doe even Ruud Kule. Ook schoven zo'n 150 gasten aan voor een heerlijk aspergiediner. Dit werd verzorgd door Sjaak Rooijakkers en Jeroen van den Heuvel. Na dit aspergiediner stond er een muzikale koningsnacht op het programma. Dan kunnen we, zodra die horen afgaat, beginnen we met 24 uur voor KWF in het Aldendrielpark in Mil. En dan gaan we gewoon aftellen, misschien willen jullie allemaal even meetellen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, allemaal heel veel succes, sporters. En voor de mensen die hier komen eten natuurlijk, hartelijk smakelijk eten. Op Koningsdag zorgde Stichting Kinderfeesten Mil voor een mooi programma. Hierbij stond ook het geld inzamelen voor KWF centraal. Mede door het mooie weer trok dit heel wat bezoekers, van jong tot oud, naar het Milse Aldendrielpark.
Na de kinderfeesten ging het programma door met live muziek en een dienstenveiling. Presentatoren Ad Heijs en William van Gemert brachten de meest uiteenlopende diensten aan de man die per opbod verkocht werden. De opbrengst hiervan was net als de baromzet voor KWF. Mede dankzij de activiteiten, de inzet van vele vrijwilligers en de bijdragers vanuit vele sponsoren kan men terugkijken op een geslaagde 24 uur voor KWF. De opbrengst wordt op dit moment geschat op zo'n 20.000 euro.